Frik Meijer, Jezus en de vijfde evangelist. De naam Jezus is groot geschreven en de vijfde evangelist staat er in kleine letters onder. Maar dat vind ik een tikje misleidend, want het boek gaat in eerste instantie over degene die hij de vijfde evangelist noemt. En dat is Flavius Josephus, die enige tijd na de kruisdood van Christus een boek heeft geschreven, of een boek in ieder geval, een historisch werk heeft geschreven waarin hij de opstand van de Joden en allerlei andere dingen verwerkt en waarin ook een kleine verwijzing naar Jezus voorkomt. De enige verwijzing die we buiten de evangelie hebben naar Jezus. Maar het is heel waarschijnlijk dat die verwijzing naar Jezus pas later in die historie van Flavius Josephus is verwerkt, dat dat niet een authentieke verwijzing is. Dus het gaat in eerste instantie over Flavius Josephus. Nou, ik moet eerlijk zeggen, daar wist ik weinig vanaf. En ik ben door Frik Meijer uitstekend nu voorgelicht. De eerste 150 pagina's gaan over Flavius Josephus. En die heb ik met grote belangstelling en interesse gelezen. En ik vind het prachtig dat mijn kennis in dit opzicht zo mooi is opgefrist. De tweede helft van het boek, de volgende 150 pagina's, die gaan over Jezus zelf. En het verbaast mij een beetje dat Frik Meijer zich zo precies aan de evangelie houdt. Ik ken er toch van uitgaat dat dat historische bronnen zijn, althans. Hier en daar zit hij wel eraan te morrelen, maar in het algemeen neemt hij het toch allemaal vrij serieus. De evangelieën die zijn 70 jaar na Christus ontstaan, althans de synoptische evangelieën en het evangelie van Johannes zelfs 100 jaar na datum. Dus ja, als je al zoveel tijd na de dood van iemand of na zijn geboorte over hem gaat schrijven, wat weet je dan nog, wat is dan nog waar, wat is niet waar? Maar Frik Meijer die vindt kennelijk dat heel veel daarvan toch wel min of meer historisch verantwoord is. Maar hier en daar gaat hij dan ineens twijfelen. En dat is bijvoorbeeld op pagina 228. Daar heeft hij het over de bezetenen aan het meer van Galilee. En die bezetenen die heeft wel 2000 duivels in zijn lichaam zitten. En dan mogen die 2000 duivels van Jezus, die mogen zich in de varkens gaan nestelen die daar gewijd worden in de buurt van het meer van Galilee. En die varkens die beginnen dan geweldig te schreeuwen als die duivels zich in die duivels dus in die varkens gaan zitten en die storten zich in het meer van Galilee. En daarvan zegt Frik Meijer dan opeens, zeker dit laatste gedeelte is zonder enige twijfel geheel uit de duim gezogen. Dan denk ik, ja, dit is uit de duim gezogen, de rest dan niet? De rest van het verhaal dan niet? Waarom opeens gedacht dat dit uit de duim gezogen is en de rest toch wel op waarheid berust? Ik vind dat erg twijfelachtig. Hetzelfde geldt voor het verhaal van Jezus en Barabbas. Pilatus die stelt de menigte voor de keus, zal ik Jezus vrijlaten of zal ik Barabbas vrijlaten? Nou zegt Frik Meijer, dat gebeurde, zoiets gebeurde echt nooit. Zo'n keus werd echt niet aan de mensen voorgelegd. Dus dat kan historisch niet juist zijn. Ja, en de rest dan wel? Ik weet het niet. Ik vind het allemaal zeer twijfelachtig. Maar goed, ik vind het aan de andere kant heel goed dat Frik Meijer zo voorzichtig is. Want als je dat niet bent, dan jaag je de hele orthodoxie tegen je in het harnas. En dat heeft hij duidelijk niet willen doen. Dus hij morrelt heel voorzichtig aan allerlei verhalen over Jezus. Het geboorteverhaal in Bethlehem bijvoorbeeld, daar is hij erg twijfelend over. Maar heel voorzichtig. En misschien is het juist daarom wel een heel goed boek, omdat het allemaal zo voorzichtig en evenwichtig naar voren gebracht wordt. En niet met de aplomb van het is allemaal onzin, zoals ik het zou doen. Dus het is alles bij elkaar genomen, toch een voortreffelijk boek.